Zo, dank u wel. Dat was een beetje het beste wat we in de aanbieding hadden, dames en heren. Voor Den Haag. Had u de stukjes herkend? Had u de melodietjes herkend? Zo. Maar ik heb ook geen idee. Geen idee. Nee, ik dacht, u kent die liedjes. Ik bedoel, Den Haag is een hele muzikale stad. Toch? Nee, het is een beroemde zaal hier, de Anton Philipszaal. Beroemde pianisten hebben hier gespeeld, dames en heren. Noem er eens een paar. Wie heeft u hier gezien? Wiebi? Nee, maar Wiebi heeft hier ook gespeeld. Wat speelt Wiebi, dames en heren? Piano. Nee, dan had ik de doelgroep toch wel goed ingeschat, maar... Nee, maar hij speelt die stukken helemaal uit, hè? Daar is ook een publiek voor. Nee, hij speelt heel mooi. Hij speelt, als hij Mozart speelt, speelt hij het helemaal uit, echt zo. Ik ben er bijna. Ja, dat krijg je als je het helemaal uitspeelt. Dan wordt het lang, maar het wordt ook grappig meteen. Klassieke muziek is meestal niet grappig. Het is wel mooi en zo en ontroerend, maar niet grappig. Bij Mozart moet je eigenlijk eerder ophouden. Ja. Nee, maar dat is ook... Misschien kun je zelfs horen. Kunt u horen waar ik moet ophouden? Hier. Speel ik gewoon door natuurlijk niet. Ja, dit is Mozart gespeeld door Fats Domino. Daar is het niet alleen grappig, maar het wordt ook meteen popmuziek. Ja, want Mozart was een beetje een popmuzikant. De klassieke muziek had je toen nog niet. Nee. Maar dat hebben wij uitgevonden. Hij wist dat niet. Mozart was echt een beetje zo van... Yeah, come on, yeah. Yeah, dig it, dig it, dig it. Wow, motherfucker, come on. Ja, zo was die. Die had dit zo, hè? Proteïnegebrek. Krijg je dat? Nee, Mozart, al die lui. Beethoven improviseerde veel, echt. Yeah. Heeft hij niet opgeschreven, maar zo speelde hij het wel, hè? Dat is mooi, hè? Klassieke muziek. Maar het is meestal te lang. Het is meestal, klassieke muziek is meestal niet in het Nederlands, meestal in het Duits. Het zijn altijd Duitse stukken. Het Zauberflöte, Così van Toeten, Don Giovanni. Het is altijd Duits. Kent u een stuk uit het... Wat kunnen we even zingen uit het Zauberflöte, dames en heren? Wat kent u uit het Zauberflöte? Koningin van de Nacht? Ein Mädchen oder ein Weibchen? Zing eens. De koningin van de nacht, kent u dat? Kunnen we wel even doen? Oh. Oh. Ja, maar dan gelijk. Dan gelijk, hè? Daar gaat hij. Thank you.